Lexie, als jij later groter bent, wil je dan ook vuurwerk afsteken? Ja. Ja? Ja. Maar papa, kan dat niet dan? Bla 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 bla. Yo medepyro's, tof en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Buiten Utrecht. In deze video gaan we eens even lekker zeiken en zeuren weer. Er zijn allemaal nieuwsberichten in de media over vuurwerk, vuurwerkverbod hier, vuurwerkverbod daar. En aan de ene kant snap ik het om het geen aandacht te geven. Aan de andere kant denk ik, ja, maar als dit zich uitbreidt en de ene gemeente naar de andere gemeente gaat een verbod instellen, dan kunnen we er wel geen aandacht aan besteden, maar dan wordt het toch wel heel erg zuur. Ik wil nu even een momentje nemen om allemaal gelijk de duim omhoog te gooien. Klik op die duimpjes! Puur om het feit dat jullie net zoals ons achter onze traditie staan en dat we dit gewoon niet, nou, om het even heel grof te zeggen, naar de kloten mogen laten helpen. Vorige week of anderhalf week geleden kwam ik met een video met Lara over Tilburg, waar ze vuurwerkverbod willen, over Amersfoort. En nu hebben we dan iets gezien over Zutphen. De politieke partijen die hiervoor zorgen, ja, die namen hoef ik niet te noemen. Dus dat gaan we niet doen. Maar ze hebben op sommige plekken een meerderheid. En door die meerderheid krijgen ze net voor elkaar om, ja, gewoon een vuurwerkverbod in een gemeente in te stellen. En dan denk ik, waar gaat het naartoe met Nederland? Dat denken we natuurlijk ook heel erg lang. Maar dit is natuurlijk te gek voor woorden, ontzettend krom, dat ze dit zo er doorheen drukken. Want dat is wat ze aan het doen zijn. Ze zijn dit er doorheen aan het drukken. Vuurwerk is op het moment populairder dan ooit tevoren. Dat is een feit. Dat kan je zien op social media. Dat kan je zien op YouTube, op televisie. Dat kan je zien bij ESPN, die de voetbalwedstrijden laten zien. Door heel de wereld. En overal gaat de vuurwerk de lucht in. Als mensen kampioen worden met de club. Of noem het maar op, als aanmoediging. Je hebt het gezien bij FC Utrecht vorige week. Helaas heb je niet geholpen. Maar wat een vuurwerk ging daar de lucht in. En wat was dat tof. Het wordt gewoon op de juiste manier gebruikt. Dus vuurwerk is populairder dan ooit tevoren. Dat is een feit. En daarom denk ik ook dat ze behoorlijk wanhopig zijn. En dan heb ik het over de partijen. De politieke partijen die dit allemaal doorheen drukken. Nederland heeft gestemd. En er bleek uit dat iedereen stemde op de BBB. Tenminste, iedereen. BBB was in alle 12 provincies de grootste. Weer een feit. Ga je kijken naar de BBB. Caroline van der Plas. Die heeft echt een strijd gestreden voor de traditie. Voor het behoud van die mooie cake. Voor de vuurwerkwinkels. En voor de eigenaren. En voor de verkoop. En echt voor de traditie. En daarom stellen GroenLinks inderdaad, zoals mevrouw Westerveld al heeft aangegeven, en dus ook vandaag de Partij voor Dieren voor, om ook dit jaar dat vuurwerkverbod weer in te stellen. En ik ben benieuwd naar de reactie van de kabinet op dit voorstel, voorzitter. Dank u wel. Interruptie van mevrouw Van der Plas, BBB. Dank u wel. Even over het vuurwerk. Bij het vuurwerk zijn 385 personen op de spoedeisende hulp terechtgekomen in het jaar 2019 op 2020. Op een totaal van 1,9 miljoen spoedpostopnames per jaar. Dat zijn er 5000 per dag. Er zijn afgelopen schaatsseizoen 40.000 mensen in het gips gekomen vanwege schaatsen en vallen. Er zijn jaarlijks 22.000 mensen in het verkeer die ernstig gewond raken. En er zijn enkele honderden mensen per dag die met een sportblessure op de spoedpost komen. Ik vind het eigenlijk schandalig en ik zou willen vragen of GroenLinks en de Partij voor de Dieren die motie willen heroverwegen. Omdat zij een hekel hebben aan vuurwerk. Om dat onder het mom van corona nu te doen alsof dat het probleem zou zijn. Want dan zou ik zeggen, dan gaan we schaatsen op het ijs verbieden. Dan mogen mensen niet meer in de auto's rijden. Dan gaan we sporten verbieden, want dat levert een nog veel grotere druk op de spoedpost dan die ene nacht vuurwerk. Dank u wel. Nou is BBB dus de grootste geworden na de verkiezingen. In alle provincies in Nederland. Dan zou je denken, het volk heeft gesproken. We willen helemaal niet die betutteling. We willen helemaal niet de cultuursverandering. We willen allemaal niet dat hele gedoe dat jullie denken van het moet anders. Nee. Het is één dag per jaar dat de Nederlandse bevolking consumentenvuurwerk mag afsteken. En miljoenen mensen genieten daarvan. Nu denken sommige mensen en partijen,
dat moeten we verzieken. Want dat heeft zin. Nee, de bevolking zal niet stoppen met afsteken. Want het kan overal vandaan komen. We mogen het tot nu toe gewoon nog verkopen, de winkels. Dus we kunnen het gewoon nog kopen. En dan ga ik weer hameren op, vuurwerk is populairder dan ooit. Want jaar na jaar wordt er een recordomzet gehaald. Dus het is niet meer, ik ben af en toe, het is niet meer van deze tijd. Dat gaat helemaal nergens over. Het is juist dus populairder dan ooit. En dat kan ik echt blijven herhalen. Nu zat ik te denken, oké, aan de ene kant zou ik heel graag een hele boze video op willen nemen. Maar nee, we moeten onszelf niet laten kennen. Dat is ook niet nodig. Ik ga wel zeggen, don't worry, maak je niet druk. Oud en nieuw, met vuurwerk, zal altijd onze jaarwisseling blijven. Het zou alleen mega zuur zijn als dit vuurwerk alleen te verkrijgen wordt via de illegale markt of via het buitenland. Want eigenlijk hebben we in Nederland het heel goed voor elkaar met al die vuurwerkwinkels overal en de verkoop en de websites en ja, hoe die dagen dan gaan. Het is één grote passie, één grote sfeer van jong en oud, opa en oma, kinderen, kleinkinderen en met z'n allen naar de vuurwerkwinkel. Vuurwerk is ontzettend tof. Daar blijven wij voor altijd voor strijden. En we hebben het gezien met corona. Je kan het niet stoppen. We hebben gezien wat corona voor effect heeft gehad met 2 jaar verbod. Ik moet heel eerlijk zeggen dat na de corona vuurwerk nog populairder is geworden. Want ik zie filmpjes voorbij komen van iemand die wordt opgehaald bij een vrijgezellenfeest. En dan gaat een partij vuurwerk in de straat af. Napoli die kampioen wordt. En echt bruiloften, feesten, partijen, noem het maar op. Alles wordt afgesloten met een mooie vuurwerkshow. Alleen zijn er toch een aantal mensen in Nederland die denken, dat kunnen we gaan verzieken, of dat willen we stoppen, of dat moet anders. En nee, dat moet niet. En dat gaat ook niet gebeuren. Of het nou linksom of rechtsom moet. Vuurwerk kan je niet zomaar afschaffen. Het moet op een normale manier gebruikt worden. En ja, dat is gewoon heel erg logisch. Maar dat moet met alles in de wereld. Je moet alles op een normale manier gebruiken. Dus ik weet niet precies wat ze denken te bereiken. We hebben gezien in Apeldoorn, in Rotterdam, Amsterdam, in de steden waar je niet mag afsteken, werd massaal afgestoken. Volgens mij zelfs nog meer. Het brengt een bepaald soort sfeer met zich mee, als het niet mag. En dat moet je al helemaal niet willen. Hè? Ja, dit is echt hoe het hoort. Hoi mensen, ja, Marvin, steek jij maar aan. Loop hier op straat, overal potten, achter ons jongeren, iedereen is ontstoken, Thunderkings, matten, shells gaan de lucht in zoals je zag. Komt hij aan. Rookgordijn. Nou echt jongen, ouderwets. En al die zeikers. Joh, dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Dit is ook niet normaal. Nee, wel, dit is juist wel normaal. Normaal gesproken is het normaal. Nee, het vuurwerkpot. Kan het nee. Het vuurwerkpot? Ja, het vuurwerkpot is zeker niet normaal. Want dan het wordt hier echt een wilde west. Dit is even een zeur, zeik, klaag momentje. Ik denk dat jullie doorhebben dat ik mijn hart moet luchten bij jullie. Want ik, ja, nee, ik kan het niet loslaten dat ik die berichten voorbij zie komen. Ik zag eerst dat Zutphen erover ging stemmen. En 1 of 2 dagen later hoor je, het is gelukt, we hebben het er doorheen. Er komt een vuurwerkverbod. Heeft het zin? Nee. Maar wat willen ze? Een cultuursverandering. Wie willen dat precies? Al die mensen die eind van het jaar een vuurwerk ophalen, willen die dat? Of al die miljoenen die gespendeerd worden, of al die mensen die dan naar buiten... Want wie wil dat precies? Leven, laten leven, is heel belangrijk. Er zijn ontzettend veel papa's en mama's die hun kinderen, die het leuk vinden om mee te geven dat ze een fonteintje, een potje, een noem het, ja, die zijn er heel erg veel in Nederland. Hele harde pakken. Hey, oh, oké, cool, komt ie. Gaan we nu deze doen? Oh, daar gaat hij, lekker rennen, 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 weg, achteren. Goed zo, kom. Wow, je hebt mooie kleurtjes. En nu deze alweer. Oh, nu die? Leg hem maar neer. Ga ik hem doen.
Ja, heel goed. Heel goed, Pyro. Gaat die ook heel hard knetteren? Die gaat knetteren, ja. Gaan we bij opa en oma staan. Pas op, jongens. Knetterdingetje. Wauw, Lexi! Goeie! Leven laten leven. Weet wat je op je hals haalt, want illegale vuurwerkhandel zal gigantisch groeien. Dat is echt een feit, dat hebben we ook gezien met corona. Mensen gaan denken, oké, het mag niet meer. Nou, dan wordt het ontzettend veel vaker gedaan. Dat hebben we ook gezien. Dat zien we eigenlijk nog steeds. De nasleep is er nog steeds. Dus ja, ik weet niet waar het naartoe gaat, maar ik zou wel adviseren om met dit beleid te stoppen. En ik hoop dat BBB flink hun slag kunnen gaan slaan met te luisteren naar de bevolking. Of in ieder geval, ze staan er al achter, maar om hier tegenin te gaan, want ze zijn nu heel sneaky alles heel snel er doorheen aan het drukken. En ze kijken, ze willen niet eens meer in gesprek gaan. Ze willen niet eens in gesprek gaan. En de media, ja, die hebben ze op een of andere manier ook aan hun zijde. Dus die zullen nooit positieve berichten over vuurwerk naar buiten brengen. Dat weten we. Maar wij hier weten hoe normaal het kan zijn. We zijn er trots op. Het is een passie. Het is meer dan dat. Het is iets om naar uit te kijken. Het is om je hart te luchten. Het is één dag per jaar. Mooi, hè? Ja. Kijk er nou staan hier. Genieten. En allemaal gezellig mensen erbij. Oh. Ja, wat is het ook? Ja, precies dat. En dan 364 dagen hebben de mensen die het niet willen rust. En die ene dag, die moet van ons blijven. En willen de mensen nou nog meer overlast, moeten ze vooral hiermee doorgaan. Foute boel, foute zet. Nogmaals, gewoon een duimpje erbij omhoog als je erachter staat. Ben je nog niet geabonneerd? Zouden we heel tof vinden. Kom erbij. Hoe groter we groeien, hoe meer we de strijd kunnen voeren. We zullen vaker lekker klaagvideo's opnemen met onze standpunten. Ik zie echt op de media, op internet, de ene en de andere berichtje en filmpje naar buiten komen met over vuurwerk, met hoe ze het vieren. Een kampioensfeest vooral de laatste tijd, want dat is natuurlijk de tijd van het jaar. En het is echt niet te stoppen. Je kan het niet stoppen. Denk nou ook niet dat als je het in België of Duitsland daar af zou schaffen, dan moet je ook Frankrijk meekrijgen. Dan moet je heel Europa meekrijgen. Dan moet je uiteindelijk met China even gaan bellen. Hey, willen jullie stoppen met maken van vuurwerk? Nou, zie je dat gebeuren? Nee. Hou het in de hand. Hou het veilig. Hou het legaal. Eén dag per jaar. En dan kunnen we met z'n allen genieten. En dan hebben de mensen 364 dagen rust. Leven laten leven. Ik ben erg benieuwd naar de komende tijd. Want vorig jaar hoorden we op het nieuws, 12 gemeentes hebben een vuurwerkverbod. Dat zullen er nu uiteindelijk meer zijn. Want daar zijn ze nu al mee bezig. Maar een totaal vuurwerkverbod de mensen opdringen, dat gaat er niet worden. En dat weten ze in Den Haag. Dat weet de politiek. Maar een hardnekkig verhaal dit. Geen aandacht aan besteden is geen optie. Doen we dat wel, dan gebeurt alles ons maar gewoon. Maar misschien, ik kan er niet voor zorgen. Ik kan het wel doorgeven. Misschien is het tijd voor actie. Misschien kunnen we met bepaalde groepen protesteren. Klinkt zo stom. Maar misschien kunnen we iets doen. Misschien moet de branche op gaan staan. Of de winkeliers bij elkaar. Ja, dat is dat de winkeliers bij elkaar komen. Van hé, wat gaan we doen? Gaan we nou eens een keer tijd voor actie? Gaan we nou een keer actie voeren? Jullie zullen heel veel support en steun krijgen vanuit de bevolking zelf. Echt heel veel. Alleen op dit moment, mensen die denken er nu niet over na. Want die zijn pas later met vuurwerk bezig. Het is maar een bepaald groepje die er nu mee bezig is. Maar je ziet het, ze drukken het er wel nu doorheen. Maar je weet ook dat de mensen in de winkels nu al bezig zijn met inkopen en alles regelen voor eind van het jaar. Dat gaat gewoon heel erg. Dat loopt gewoon echt vooruit. Tot de volgende video. Ja, ik heb maar het even gelucht. Laat vooral in de reacties weten hoe jullie erover denken. En wat we misschien kunnen gaan doen. En natuurlijk, we gaan geen gekke toestanden creëren. Maar ja,
moeten we misschien niet een vuist gaan slaan tegen dit soort rare praktijken om zonder overleg, zonder het gesprek aan te gaan, wetten er doorheen te gaan drukken bij gemeentes. Terwijl de bevolking heeft gestemd, en allemaal duidelijk waarop, wie de grootste is geworden. En dan toch gaan we lekker deze kant op. Dat kan niet, want no pijl is no party. Tot volgende video.